Hey. Top. De volgende aflevering van... Geen idee. Kom dan. Kom, 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 kom. Kom proeven. Het is coronacrisis. Dat wil zeggen quarantaine. Iedereen blijft thuis. Dus je ligt de hele dag te chillen. Want ja, wat moet je anders? Nou hoor ik je denken, zijn we bij hem thuis? Nee, we zijn niet ergens anders. We zijn bij een vriend van mij. En die gaat ons leren hoe we in de quarantainetijd thuis lekkere gerechtjes kunnen maken van goedkope producten. Dingen die je toch wel thuis in de kast hebt liggen en dat je er iets feestelijks van kan maken. Je vraagt je natuurlijk af over wie ik het heb. Nou... Aan de slag! Laten we wat gaan doen. Loop jongen, loop, loop, loop. Er zijn altijd dingen die mensen, waar mensen te moeilijk over nadenken. En als we gewoon dingen in huis hebben, de dingen die we in huis hebben, als we daar even over nadenken van wat we ermee kunnen, zonder al te moeilijk te doen, dan heb je zoveel in huis altijd. Maar heel simpel, bloem. Ja? Nou, daar kan je wat mee. Bloem, ik zie hier, eens even kijken hoor. Nou ja, van alles ligt er wat betreft tomatenpuree, suiker, zout, al die basisdingen, rijst, kikkererwten, bruine bonen zie ik, nou, die hebben we altijd in huis, dat soort dingen. Maar kikkererwten, dat is leuk toch? Heb je nog brood gemaakt, Howard? Ik heb lang geleden brood gemaakt. En hou die afstand, hè? Hou die afstand, hè? Kijk, hè? Zo, hè? Anderhalf meter. Kijk, hier is het. Lijkt het al een beetje op brood? Het begint steeds meer op brood te lijken. Zie je het? Het is nu al, als ik zo doe, wordt het elastisch, zie je dat? Ja. Ik zie daar tomaten, ik zie daar uien, knoflook. We hebben van alles, toch? Ja. En als we dat bakken met allemaal lekkere smaakjes en maakt allemaal lekkere kleine dipdingetjes. En je hebt brood, zelfgebakken brood uit een pannetje. Ik zie jou lachen. Nee, hier word ik wel vrolijk van. Ja toch? Dit vind ik doel. Hey. Top. Zo. Wat leuk zou zijn. Goh. Stel dat toeval zou willen dat jij gisteren hebt gebarbecued en er is nog wat leftover vlees. Want je weet, ik ben een carnivoor. Kijk, en dat jij nou bent overgestapt naar die mensen met de vouwfiets, dat is jouw zaak. Ik wil gewoon een stukje vlees bij me eten. Ja. Wat zou heel bijvoorbeeld, zou toevallig zijn. Zou toevallig zijn. Als je in de koelkast bakjes hebt. Waar nog vlees in zit. Van ja. Een barbecue. Ja. Van laatstleden. Ja. Is niet. Jawel, is wel. Jawel. Dat is nog even een pleit. Dus haal die kippertjes tevoorschijn, broer. Dit zijn geen kippertjes. Maar wat zit er in die bakjes dan? Ja, aardappel, knolselderij, aubergine. Dus alleen de toespijs? Satésaus, tomatensaus. Boulanger. Wat is dit nou voor fraude? Ja, dat is fraude. Sorry, neem me niet kwalijk. Ik heb tomaat. In een bakje. Je zei tegen mij, ik heb dingen over van de barbecue. Ja, dit is van de barbecue. Maar het is geen vlees. Het is geen vlees. Maar ik kan ook andere dingen op de barbecue leggen, zoals aardappeltjes. Maar ik hoef toch geen aardappel van de barbecue? Knolselderij. Kijk eens. Kijk hoe laat het is, maar ik moet weg. Van de barbecue. Satésaus. Nou, wat wil je nog meer van de barbecue? Ja? Ik heb nog wat kaasjes, ik heb nog van alles. Zullen we dat eens even mooi in bakjes stoppen voor jou, Howard Komproep? Eens kijken, hè. Hier zit wel een beetje spek doorheen trouwens. Misschien vind je dat lekker. Lekkere hapjes die zijn er. Ik zie hier de broodjes. Hoe vind je het eruit zien, jou, je broodjes? Ze zijn heel schattig uit. Ruiken ook vers. Hartstikke mooi. Hoe vers wil je ze hebben, toch? Dit zijn die veganistische restjes van je namaak barbecue. Die broccoli heb ik heel veel zin in. Alsjeblieft. Dankjewel. Met een zelfgemaakte hoisin marinade.
Kun je dit, die kikkererwt op deze manier gewoon ook bijvoorbeeld met rijst en... Ja, natuurlijk kan het. Ja, dat kan allemaal. Wat jij wil. Eet smakelijk, gozer. Eet smakelijk. Wat een lekkere corona vriendelijke hapjes. Dankjewel. Vind ik ook. Wel een weekje thuis blijven. Heel simpel houden. Dit vind je makkelijk genoeg? Dit ga jij thuis ook kunnen maken? Zeker. Een stukje kip erbij voor jezelf? Nou, ik twijfel hoor. Ongezond hè, kip? Ja. Dit was de speciale quarantaine corona komproeven aflevering. Dankjewel voor je aandacht, dankjewel voor je tijd. En tot de volgende aflevering van... Komproeven. Nee, enthousiasten. Komproeven! Dankjewel voor het kijken. Dit was een speciale corona-quarantaine aflevering van Komproeven. Tot de volgende aflevering van... Geen idee. Een cirkel, joh. Je kan wel enthousiast Komproeven roepen op de camera. Nee, ik vind deze nou heel leuk.